We kunnen het nu nog afblazen. Je weet dat je een enorm risico neemt. Alle andere verdachten zijn al, ik weet niet hoe vaak, verhoord. Als dit weer niks wordt, jongen, dan vinden ze het echt niet meer leuk. De verdachten hebben niks te vinden. Ik heb het niet over de verdachten, ik heb het over het hoofdbureau. Vanavond zit de dader vast. Je bedoelt Sil? Zeer waarschijnlijk, ja. Waarom zeg je dat dan niet meteen? Waarom richt je je dan niet tot hem? Dat doe ik juist wel. Alleen de anderen die kunnen ons helpen. Ik zet de hoofdverdachte onder zeer zware druk. Ik organiseer een reconstructie waarbij alle verdachten, inclusief de politie, aanwezig zullen zijn. Ik spreek uit dat de dader vandaag gevonden zal worden. En vervolgens streep ik aan de hand van hun verklaring de een naar de ander weg. Laura, Lorena, Nout, Sjoerd, Lucas, Charlie. Tot alleen Sil overblijft. Charlie, die weet niet eens wat er gebeurd is. Ik heb een forensisch psycholoog gesproken, een geheugenexpert. Als we Charlie isoleren van de groep en we confronteren haar met een aantal hele specifieke details van die avond, dan is de kans groot dat ze zich dingen gaat herinneren. Ja, maar je weet alleen niet welke dingen. Nee, maar ik denk dat ze gaat herinneren dat ze Rutger niet heeft vermoord. En dan? Dan open ik de aanval op Sil. En hoe ga je dat doen? Door om dit te laten zien. Blijkbaar is Lorena nog niet terecht. Hoezo? Ze is een van de verdachten. Waar is ze nu dan? Geen idee. Land uit. Hey, die telefoon moet wel uit, hè? Dank allemaal voor jullie komst. Alsof we een keuze hadden. We houden vandaag een reconstructie van de avond waarop Rutger Goedhart is vermoord. Sorry. Heeft deze reconstructie eigenlijk wel zin? Uiteraard. Ja, niet alle verdachten zijn aanwezig. Waar is Lorena bijvoorbeeld? Ik stel voor dat iedereen eerst even luistert naar wat ik te zeggen heb en dan wordt alles duidelijk. Ik weet dat ik veel van jullie vraag. Het enige wat ik jullie wel kan garanderen is dat vandaag de moordenaar bekend is. En dat is volgens mij iets wat wij allemaal willen weten, toch? Want als de moordenaar bekend is, dan kunnen wij deze zaak definitief afsluiten. Oké, dan ga je er dus toch vanuit dat Lorena het niet is. Dan ga ik inderdaad vanuit, Rick. En ik heb mijn reden om dit te doen. Ik denk dat iedereen hier nu graag wil weten wat er die nacht gebeurd is. Wat ik net al zei, de moordenaar zal vandaag bekend worden gemaakt. Het moordwapen, dat heb ik al.